helemaal super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik jullie iets laten zien wat we nieuw hebben in ons assortiment. En dat zijn deze producten van Kerastase Soleil. Deze producten zijn speciaal geschikt voor de zomer. Nou, in de zomer gaan we natuurlijk vaak op vakantie of gaan we in de zon liggen. En dat is natuurlijk niet zo heel goed voor je haar. Want er komt allemaal rommel in je haar door het chloor in het zwembad bijvoorbeeld. Door bijvoorbeeld het zand op het strand of gewoon de zonnestralen die je haar natuurlijk best wel uitdrogen. Nou, deze producten zijn er speciaal voor bedoeld dat je haar toch nog goed gereinigd wordt. Maar dat het extra verzorgend is omdat je dus in de zon zit. Ik ga kort met jullie deze lijn bespreken en de producten bekijken wat het is en wat het met je haar doet. Nou, het eerste product is deze shampoo. Dat is de Kerastase Soleil After Sun Shampoo. Zoals de naam al zegt, dus dit is een shampoo nadat je in de zon bent geweest. In deze shampoo zit kokosnootwater en het zorgt ervoor dat je haar op een milde manier gereinigd wordt. Maar dat het toch alle invloeden van buitenaf uit je haar haalt. Zoals inderdaad het zand van het strand of het chloor uit het zwembad. Nou, dat is natuurlijk wel belangrijk, omdat als dat er niet uit is, dan kan je haar ook niet optimaal verzorgd worden. Daarnaast zit er ook nog een verzorging in, want ervoor zorgt dat je haar gewoon nog wel extra glad en glanzend is. Het tweede product is de Kerastase Soleil Multi Protection Beautifying Cream. Nou, dit is eigenlijk een crème die je na het wassen in je haar doet. Het is gewoon een leave-in crème. Eigenlijk, dus je laat hem gewoon lekker zitten. Het zorgt ervoor dat je haar nog steeds wel gewoon beschermd is tegen de zon. Dus als je de volgende dag weer in de zon gaat, zijn je lokken in ieder geval beschermd door deze crème. Daarnaast maakt het je haar ook extra zacht en zorgt het ervoor dat je haar niet gaat klitten. Nou, dit product is eigenlijk ook niet te missen uit je collectie als je dus je haar gewoon extra goed wilt verzorgen. Dit is namelijk het masker wat erbij hoort. Een masker is gewoon heel erg belangrijk om één keer per week sowieso te gebruiken. Om je haar gewoon een extra boost en een kuurtje te geven. In deze zit namelijk weer een extra protectie tegen de zon. Het is gewoon heel erg belangrijk om je haar goed te beschermen tegen de zon. Zodat je kleur gewoon niet vervaagt en je haar ook niet uitdroogt. Dit masker is dus een echte must-have voor in jouw verzorgingslijn als je dus op vakantie gaat en deze producten wilt gebruiken. Na het gebruik van dit masker ziet je haar er weer super gezond en glanzend uit. Het laatste product is een heel erg bijzonder product, want dit is dus eigenlijk een soort olie. Het is ook een beetje een leave-in spray. Er zit een olie in en een serum wat ervoor zorgt dat je haar verzorgd wordt. Maar het is ook dus een soort van beach spray. Jullie kennen misschien wel die sea salt sprays. Als je die in je haar doet, dan maakt het je haar een beetje waddig en een beetje een soort van beach look met wat volume en wat slag. Nou, meestal maakt die sprays je haar wel een beetje droog. En dat is natuurlijk niet wat je wil als je al een beetje droog haar hebt door de zon. Deze spray geeft je haar wel super mooi volume en slag, maar geeft het ook extra verzorging. Dus het is echt een topproduct en het ziet er gewoon meteen super mooi uit. Dit was de video over de nieuwe producten van de Kerastase Soleil lijn. Als jullie toch nog vragen hebben, mogen jullie die altijd achterlaten onder in de comments. Dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!